Hoi, welkom bij Ensemble Video. Vandaag gaan we voor de Ensemble Beauty Test een nieuwe behandeling testen. We zijn in Didam, een flink stuk rijden vanaf Amsterdam. En we zijn bij Medic Aid, waar we de skin rollen gaan proberen. En wie dat niet kent, dat is een behandeling waarbij je met hele kleine naaldjes eigenlijk thuis huidpigmentatie of acne-littekentjes of huidveroudering tegen kunt gaan. En je kunt het dus ook proberen als je echt huidverbetering wilt. Dit is Femke, zij zal vandaag de behandeling uit gaan voeren bij mij. Wat gaan we precies doen? Nou, wij gaan bij jou een skin healing behandeling uitvoeren. Dat is een nieuwe behandeltechniek die werkt op huidverbetering, huidveroudering tegengaan. Dus mensen met een bepaald huidprobleem. Je kunt daarbij denken aan anti-aging, zeg huidveroudering, verminderen fijne lijntjes, littekentjes. Je kunt werken op pigmentatie te verminderen. Je kunt werken op littekentjes of ook acne-littekentjes. En couperose, daar kun je er ook mee verminderen. Het is een behandeling wat je doet thuis om de huid te ondersteunen, om het te blijven stimuleren, activeren. En als je nou niet heel erg last hebt van bepaalde kwaaltjes die je net noemt, kan je het dan alsnog doen om je huid gewoon even een extra boost te geven? Ja, zeker. Want het stimuleert natuurlijk heel erg in de huid. Het activeert, het zet aan, het prikkelt de huid tot de huidvernieuwing, nieuw collageen aanmaken. Dus het is sowieso een hele goede behandeling om te blijven ondersteunen. Oké, het zit erop. Ik weet niet hoe erg het nu op camera is, maar ik schrok net een klein beetje. Maar op zich moet ik zeggen, het viel me echt reuze mee. Als je eenmaal de behandeling krijgt, dan voel je wel echt dat er naalden in je huid gaan. En dat is wel even een gek gevoel, want je voelt gewoon heel veel geprik. En dan hier was het minst bij de kraaienpootjes, maar op mijn neus en al vooral bij je lip voel je het gewoon heel erg. Ja, en nu voelt het best wel relaxed. Het prikt niet heel erg. Het tintelt een klein beetje. En ja, ik ben gewoon vooral benieuwd hoe het de dagen hierna gaat zijn. Ik kreeg ook de tip mee om niet zoveel foundation te gebruiken. Dus misschien is dat wel een goede tip voor ons allemaal. Dankjewel voor het kijken.